De familiewerker. Dit zijn Max en Lisa. Dit zijn de ouders Mark en Annelie. Dit is de baby Bram en dit is de baby Sophie. Vaderpoes Vlekje, moederpoes Blekje en de babypoes Streepje. Hond Brownje, hondje Chickalinda en puppy Brownje Junior. Laten we snel beginnen! Zo, we zijn klaar met eten. Nu mogen jullie buiten gaan spelen. Yay! Kom Max, we gaan klimmen en van de nieuwe grote glijbaan. Oké. Kom mee. Brownje Junior zit op de glijbaan. Ik ben zo blij met de nieuwe glijbaan die hier is gebouwd. Dat wilde wel zo lang, toch? Ja. Ik zit erop. Ik ga glijden. Nee, kijk uit voor Brownje Junior. Tssst, ga eraf. Ruff. Dat was leuk. Kom, we gaan in de kruiptunnel. Ja. Daar ben ik. Dat was leuk. Ja, nu ben ik. Daar ga ik. Dat was leuk. Ik ga klimmen. Wacht op mij. Zo, daar ben ik. Kijk, ik ben boven, mama. Kijk. Zoe, kijk uit hè, dat je niet gaat vallen. Ja, ik ga springen. Wee. Yay. Oké, nu jij, Max. Wee. Dat was geweldig. Poes, mouw. Nee, Bram, niet aan de staart trekken. Miauw. Letten jullie eventjes op Bram? Is goed. Oké, mam. Huff, huff. Ah. Huff. Oeh. Ik ga piano spelen. Oké, dan ga ik wel spelen met Bram. Goed zo, Bram. Ga maar lekker zitten. Ja. Kaar. Kom. Wee. Oh, wat ben je toch schattig. Ik ben zo blij dat ik een broertje en een zusje heb. En dan ook nog een tweelingbroer. Ik wil nu piano spelen. Hey Max, laat mij ook piano spelen, Max. Oké. Ongeveer 2 minuten later. Dat was mooi, zeg. Je hebt echt talent, hoor. Bedankt. Je moet eigenlijk gaan optreden. Bijvoorbeeld bij het buurtfeest. Dat is al bijna. Nee, dat durf ik niet. Tuurlijk wel, dat durf je heus wel. Je moet gewoon heel veel oefenen en het dan gewoon doen. Ik zal erover nadenken. Trouwens, de rest van de familie kwam vandaag op bezoek. Ik ben het helemaal vergeten. Ook opa en oma. En tante en oom en mijn nichtjes en neefje. Jip. Ja. Dit is tante Lies. Dit is oma Hans. Neefje Jesse. Nicht Robina. Neef Michael. Nicht Sosja. Opa en oma Wassenaar komen iets later. Maar deze familie is er al. Hey! Hi! Aunt Annelie. Aunt Annelie. Pepsi. Yo, boksouwe. Wie er lacht, krijgt een opdracht. Wie beweegt, krijgt er 2. En de tijd gaat nu in 10, 9, 8, 7, flauwekul. Oh nee, ik heb bewogen. Nu alleen jij nog. Ja, ik nu ook. Oké, allebei een opdracht. Jij moet 10 rondjes draaien en dan met je ogen dicht naar de glijbaan. Oh nee. 1, 2, 9, 10. Oké, nu met mijn ogen dicht naar de glijbaan. Ik denk dat ik daarheen moet. Ze gaat de verkeerde kant op. Blooper. Oké, nu met mijn ogen dicht naar de glijbaan. Ik denk dat ik hierheen moet. Auw. Auw, mijn hand. Auw, auw, auw. Oh, gaat het? Nee, het gaat niet. Mama, bel de dokter. Auw, 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 auw. Een paar minuten later. Oké, als je je hand heel stil houdt, maken we een foto. Flits. Dat heb je heel goed gedaan. Ik ga even kijken of er iets gebroken is. Dokter, dokter. Ze is flauw gevallen. Oh nee, dan zal het wel niet goed zijn. Blijf maar lekker liggen en hou je zere arm omhoog.
doet zoveel zeer, mama. Ja, lieverd, ik begrijp het. De dokter is kijken of er iets gebroken is, gekneusd of misschien uit de kom. Nee, ik denk niet uit de kom. Maar de dokter gaat kijken voor je. Mm-hmm. Een paar minuten later. Nou, je hebt twee breukjes. Net bij je pols en iets onder je pols. Dus hier en hier. Dus je moet gips. Oh nee. Alleen we moeten het eerst opereren. En daarna moet je een paar nachten bij ons in het ziekenhuis blijven. Waarom doe je dat grijs om mijn been? Omdat we er tijdens de operatie achter zijn gekomen dat je ook je enkel gekneusd hebt op twee plekken. Omdat je, op één plek is het gekneusd, op die andere is het gebroken. Omdat je toen zo hard bent gevallen en door je enkel bent gegaan. Oh nee, hè. Dus ik heb een gebroken pols en een enkel. Ja. De volgende dag. Ze mag weer naar huis. Lieverd, ik kom je ophalen. Je mag weer naar huis. Eindelijk. Oh, nu kan ik niet klimmen. Ook niet piano spelen. Oh, wat nu? Ja, schat. Je kon er niks aan doen. Je bent gewoon gevallen over de hond. Gelukkig heeft de hond niks. Ik vind het echt niet leuk, hoor. Nou, hartelijk bedankt voor uw hulp. Oh, graag gedaan, hoor. Ja, het is mijn werk, hè? Tot ziens. Tot ziens. Daar zijn we weer. Eindelijk. Wat heb je allemaal? Een enkel gebroken en gekneusd. En mijn arm op twee plekken gebroken. Oh. Waarom moest je eigenlijk in het ziekenhuis blijven? Ja, weet ik het.